Dus we hebben het, weet je, er is, we leven in een ingewikkelde wereld. Maar misschien is wel het meest ingewikkelde soms wat er in ons hoofd allemaal afspeelt. En het is een uitdaging om te zeggen, van hoe wil de Heer ons helpen om het simpel te houden? Zo, laat ik zeggen, zo overzichtelijk mogelijk. Soms kunnen er zoveel dingen gebeuren en op je afkomen prikkels en ideeën en situaties en omstandigheden en mensen en die van alles vinden en van alles en nog wat, dat het één grote brei wordt en dat je denkt, hoe kan ik hier een koers, hoe kan ik dit weer overzien, zodat ik weet wat er gebeurt in mij en wat ik wil en waar ik naartoe wil en de keuzes die ik kan maken. Vorige keer hebben we daar al iets over gezegd, dus ik ga eerst een paar dingetjes noemen. Een recap een beetje om te kijken, om in de flow te komen voor de komende tijd van deze serie. We hadden het over van moe naar energiek. Van moe naar energiek, naar vol met energie, kracht. En we hadden het over hoe kan je je tank vullen. Wij allemaal, jij en ik, we hebben allemaal een tank van binnen, een emotionele tank. Als de tank leeg staat, is er weinig energie meer. En dan, als er weinig in de tank zit, weinig energie meer is, dan is er frustratie. Sommige mensen zijn boos op de hele wereld en iedereen heeft het gedaan. Sommigen zijn boos op de kerk en iedereen heeft het gedaan. En dat kan een teken zijn dat dat jouw tank eigenlijk leeg staat en dat de Heer je wil helpen om je tank weer te vullen. We keken naar Martha en Maria en dat komt nog even op het scherm, het Bijbelstukje. Martha en Maria en Jezus was in hun huis. En Martha was hard aan het werk, alles klaarmaken, eten enzovoort. En Maria zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar alles wat hij te vertellen had. En het lijkt erop dat zij een heel goed gesprek hadden. Tot op het moment dat Maria zei, Jezus, kunt u niks zeggen? Heer, kunt u niks zeggen tegen Martha? Dat zei, andersom, Martha zei tegen Maria, tegen Jezus, kunt u niet zeggen dat ze mij komt helpen? Maria, die zit alleen maar aan uw voeten, maar ik ben hier druk bezig. En kunt u niet even iets daar wat van zeggen? En dan zegt de Heer die bekende regel, Martha, je bent zo bezorgd, je maakt je over veel druk. Maar er is eigenlijk maar één ding echt noodzakelijk. En daar heeft zij voor gekozen, het zal haar niet ontnomen worden. Op de juiste momenten, de Heer Jezus was hier in levende lijven in hun huis. En er zijn momenten om te koken enzovoort, dingen klaar te zetten. En er zijn momenten, als de Heer verschijnt, in levende lijven, om even je kookpannetje te laten voor wat het is. En om de Heer, ik wil u leren kennen, ik wil luisteren naar wat u wil zeggen. Dus het is zo belangrijk, als je dat ervaart, boosheid of frustratie, kan het zijn dat de Heer tegen je wil zeggen, hey, kunnen we even gaan zitten? Kunnen we even gaan zitten en praten, jij en ik? Kunnen we kijken naar je leven, hoe ik je kan helpen? In plaats van allerlei mensen de schuld te geven, dat we daar naar gaan kijken, jij en ik samen. En ergens kan het zijn dat je het contact met God een beetje bent kwijtgeraakt door alle drukte of door alle misschien frustratie of door alle. En dat kan weer komen omdat je tank leeg stond. Nou, hoe vul je dat nou? Welke dingen helpen daarbij? We hebben vorige keer 5 dingen genoemd. Natuurlijk nummer 1, je verbinding met God. We hebben wel eens, misschien ook wel eens meegemaakt gesprek met iemand die was gefrustreerd over alles en iedereen. En ben je dan bij de Heer daarbij? Heb je gebeden? Wat zegt God? Ja, nee, ja. Nee, eigenlijk niet. En dan heb je de volgorde omgedraaid. Begin bij God. Hij is jouw hemelse Vader en Hij wil je helpen. En in alle situaties en omstandigheden heb ik inmiddels ontdekt, zit er wel ergens een les ook die God mij wil leren. En dat ontdek je alleen als je je verbinding met God houdt, je dagelijkse en je wekelijkse prioriteiten. Het tweede, je familie en je gezin. Als, ik hoop tenminste dat je een situatie hebt waar je mensen om je heen hebt die jou energie geven. Het derde is je werk, wat voldoening geeft. Als je ergens werkt al 20 jaar lang, en 20 jaar lang heb je absoluut geen plezier in je werk, dan moet je eens gaan vragen aan de Heer, kunnen we daar iets aan doen? Is er een andere manier of is er een andere plek? Ik geloof dat God ook wil dat je daar een stukje voldoening proeft. Anders loopt je tank leeg en dan is het moeilijk om dat weer te vullen. Nummer 4 was ontspanning. Zelfs de Heer Jezus ging met de boot, en dat staat hier in Matthäus 14...
dat hij zich met een boot afzonderde en naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. En natuurlijk is een boot een ideale manier om je te ontspannen. Wij deden dat gisteren nog. Het was een mooie vaartdag, weinig wind, nog een zonnetje. En wij dachten met het gezin, onze kinderen en kleinkinderen met z'n allen op de boot. En dat is helemaal leuk. Helemaal leuk. Wij varen dan naar het centrum van Den Haag, even drinken en weer terug. En dat gaat allemaal fantastisch. Ik ben natuurlijk voorganger, dus alles gaat perfect bij mij. En met mijn bootje. En sommige mensen, als je hier voor het eerst bent, denk je, heeft hij een boot? Nou, het is een schuit. Het heet boot. Het heet officieel, in de Nederlandse wetgeving is het een boot. Dus wij starten dan weer, na wat gedronken te hebben, weer terug. En ik denk, wat stuurt dat ding zwaar? En willen we eens een bochtje maken, weer terug naar huis. En het tik! En er zit een kabel aan naar je motortje. En de kabel brak. Op de een of andere manier. Dus hij was niet te besturen. Dus Ruben, die was zo aardig, die heeft een uur. Wij hebben een buitenboordmotortje, gelukkig wel, want anders had je echt helemaal niks meer kunnen doen. Maar er zit geen stok aan. Dus hij moest de motor vasthouden en zo sturen. Dat is echt lastig, een uur lang, om zo naar huis te varen. Maar we zijn thuisgekomen en het was dus een geweldige manier om te ontspannen. De heenreis werkte prima. Dus hoe dan ook. Hey, nummer 2, van te druk naar georganiseerd. Weet je nog, we hebben het gehad over maak je agenda je vriend. Maak je agenda je vriend. En je agenda helpt je om de echte prioriteiten als eerste in je agenda te zetten. Dus de dingen die belangrijk zijn voor jou, de dingen tussen de relatie tussen jou en de Heer, zijn het al, zoek eerst het Koninkrijk van God. Al die andere dingen zal je geschonken worden. Dus wat je doet, is je hebt misschien wel eens dat, die illustratie gehoord, zo'n glas water. En eerst een grote brokstuk en dan het zand en dan het water. En dan past er een heleboel in, veel meer dan je misschien zou denken. En wat zijn de eerste brokstukken? De zondagochtend of zondagmiddag in dit geval, 12 uur dienst. Ik ben op zondag in het huis van de Heer. Ik eer hem. God staat op nummer 1 in mijn leven, dus ik ben hier. En ik bouw mee, ik dien mee, ik ben er. En je connect groep, je team. Maar ook dingen zoals uiteraard je gezin, je kinderen, al die dingen. Zijn grote brokken die als eerste in je glas komen. En dan komen de andere dingen erachteraan. En soms is dat een uitdaging. Je zal worden getest. Het leven zal je testen. De test is niet van de Heer, denk ik, zoals hier, maar God laat de test toe. Dus mijn lieve zus, die is binnenkort, en notabene, ze wordt 50 als voorbeeld. En ze wordt 50 en zei, nou, ik heb iets heel leuks bedacht. We gaan op zondag naar zo'n lunchrestaurant, waar je zelf leert koken. Er is een kok bij en dan mag je in de keuken van het restaurant. En dat is helemaal hip, geloof ik, is dat hip? Ja, het zijn gewoon slimme jongens, hè, want ze hebben minder koks nodig en je betaalt hetzelfde. Dus ze verdienen er meer aan. Maar jullie denken, het is leuk en hip, dus laten we dat vooral doen. Ja, ik weet dat het heel erg, want de meeste mensen vinden dat heel leuk. Nou, oké, dus. Moet je horen, ze wordt 50, dat is bijzonder. En dus ze nodigt ons allemaal uit en Mathilde en mij. En ze zegt erbij, alle kinderen zijn welkom, de kleinkinderen, echt leuk, wat is leuk. We kunnen ze in die keuken kijken, leuk. Zondagochtend 11 uur. Ja. Hoe lang ben ik nou voorganger en hoe lang ben ik al je broer? 50 jaar dus. En komt er een keer een knopje? Nee dus. En je moet kiezen. God staat nummer 1. Als jij het een paar uur later had gedaan, dan waren we er allemaal bij geweest. Nu kan niemand van ons erbij zijn. En dat is niet fanatiek, dat is gewoon mijn prioriteit. Niet omdat ik voorganger ben. Want dit deed ik ook al toen ik helemaal nog geen voorganger was. Ik ben ook jarenlang geen voorganger geweest, believe it or not. Dus al die dingen deed ik toen ook al. En weet je, dus het is zo belangrijk, gewoon voor jezelf. Dat houdt het leven simpel. Dat maakt het leven simpel. Dit zijn mijn keuzes, dit zijn mijn prioriteiten. En God zal me ervoor zegenen. Hou die agenda in de gaten en zorg ervoor. Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al die andere dingen. Staat hij op het scherm? Ja, daar is die. Al die andere dingen zullen je worden toegevoegd, maak je geen zorgen. Efeze 5 staat, gebruik je dagen goed. Gebruik je dagen goed. Zorg ervoor. Wat zou er gebeuren als God de baas is over je agenda?
Misschien is hij dat al. Maar wat, hoe ziet dat eruit? Dus God, bid je daarvoor? Bid je daarvoor? Er is komt een ding aan. Een activiteit. Jij hebt elke dag ruzie en dan komt er met je echtgenoot en dan komt er een koppelsnijd. En dan is er Jantje aan de overkant, die heeft zijn borrel en weet ik veel. En ik weet, volgens mij hoef je er niet eens voor te bidden, maar bid ervoor. Begrijp wat ik bedoel? Voordat je zegt, dat kan ik niet betalen. Of ik heb geen zin om te betalen. God wil je helpen. En er zijn antwoorden. En zorg ervoor dat je agenda bindend doet. En dat je kijkt naar een leider die verder is dan jij. Hoe doe je dat nou? Hoe ziet dat eruit? De combinatie van kerk en gezin en werk en al die dingen die ik belangrijk vind. De Heer Jezus zei het in Lucas 4, vers 16. Hij kwam in Nazareth waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Volgens zijn gewoonte, Paulus staat het er ook van. Hij ging zondags of zaterdags naar de synagoge. Hij was in het huis van de Heer. Oké, nummer 3. Van rusteloos naar vervulling. En in Prediker 5, vers 17 en verder. Ik vat het maar een beetje samen. Maar er staat eigenlijk, het is een gave van de Heer. Als je werkt. Prediker zegt dat altijd zo leuk. Die zegt het altijd heel, heel theatraal. Bij alles wat hij moeizaam heeft verworven. Zijn regelmatig, rechtmatig deel. Als een mens daarvan geniet. Met andere woorden, wij zouden zeggen, hey, ik heb er hard voor gewerkt. En dan ga ik naar een restaurant, moet ik nog zelf koken. Daarom is dat bij mij, oké. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik wil dat ze me dat ding op het tafeltje zetten bij me. Maar zo ben ik niet. Oké, vergeet dat maar. Dat is niet de Heer, dat ben ik gewoon. Dus, zei Paulus ook, hè? Ik niet de Heer, zei, hoe dan ook, de Heer. Ja, dus Mathilde zegt, Erel, sommige mensen snappen niet dat dat humor is. Nou, oké, de spaarde e-mail. Spaarde e-mail. Maar God wil je helpen, weet je wel. En hij zegt zelfs, ja, geniet ervan, geniet van dat leven. Als je daarvoor gewerkt hebt, mag je ervan genieten. Dus de Heer wil dat je zelfs uit je werk een stuk vervulling haalt. Daarom zei ik net al, Als je het gevoel hebt op je werk, dat het nergens heen gaat, het draagt niks bij, het is al 20 jaar hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat je aan de Heer gaat vragen, Heer, ik wil ook een beetje vervulling gewoon op mijn werk, ik wil iets betekenen, praat erover met God en dat is prima. Of de sfeer op je werk, hoe is de sfeer? En wat kan jij eraan doen om de sfeer te verbeteren? Wat kan je doen om kan je iets van je passie kwijt op je werk. En soms begin je gewoon, ook in het koninkrijk van God, je begint gewoon met wat je hand vindt om te doen. Maar dan, als het ware, ik zeg altijd, dan kom je bovendrijven en mensen gaan je zien en opmerken, je houding. Hey, wacht eens even, maar zo is het bij mij begonnen bij KPN. We waren net getrouwd. Ik was een arme student en ik moest natuurlijk wat geld in het laadje brengen. Ik begon gewoon met een heel simpel baantje bij KPN op schaal 3. En gewoon een administratief ding. Maar je zorgt ervoor, je bent op tijd, je bent betrouwbaar, je doet wat je moet doen. En weet je wel zo. En je houding is goed. En je bent een teambuilder op je werk. En mensen waarderen je. En al heel gauw werd ik apart geroepen. Ik was een uitzendkracht. En al heel gauw werd ik apart geroepen door de manager. Van, joh, zou jij hier willen werken? We kunnen je in ieder geval een half jaar wat aanbieden. Ik zei, ja, nee, dat is gaaf. Toen was het nog PTT. Post, telefonie, telegrafie. Daar staat PTT voor. Weet iemand dat nog? Nee, putje graven, tentje zetten, tukkie doen. Dat waren ambtenaren toen nog. Later KPN, dus toen gingen ze hard werken. Maar hoe dan ook, nou, dat is echt, ik heb in de ambtenarenwereld gezeten toen de tijd. Het was wel interessant, ja, was interessant. Maar je wil niet weten hoe interessant het was. Hoe dan ook, dus je valt op door je houding en je werkethiek met een mooi woord. En je gaat van 3 naar 4 en je krijgt van half jaar een jaar en je krijgt een vast contract. En je gaat door en door en uiteindelijk ben ik ergens geëindigd op 8. En bij KPN kan je nog veel verder. Maar dat kwam dan weer omdat ik geen 2-3 dagen per week wilde overwerken. Anders had ik nog veel verder kunnen gaan. Maar het heeft hiermee te maken. Je begint met wat je hand vindt om te doen. En dan begin je talenten boven te komen. Je houding, je karakter. Your attitude determines your altitude. Dus je leert, ik ga hier iets moois van maken. In plaats van klagen over de sfeer op mijn werk en het is zo saai. Ik ga hier iets moois van maken. Ik ga het beste geven en God zal me gaan verhogen. Geloof je dat?
Nou, dat geeft vervulling. Want dan denk je, hey, de principes van het koninkrijk werken. Ook op mijn werk. De principes van Gods koninkrijk werken. Iemand blij? Ik weet niet wat dat allemaal vandaan kwam, maar ergens. Uit de wijsheid. Hey, van nummer 4, van bezorgdheid naar vrede. En in nummer 6, daar staat die mooie zegen die, waarvan God zei, zegen mijn volk hiermee, zei hij tegen de priesters. En die klinkt zo, de Heer zegene u en behoede u, beschermen u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht, dus dat betekent dat hij zijn gezicht over jou laat schijnen. Heel bijzonder. En zij u genadig, de Heer verheffen zijn aangezicht, hij staat op voor je. Hij beschermt je, hij leidt je, hij neemt het op voor je. En geven u vrede. En zo zullen ze mijn naam op de Israëlieten leggen. Prachtig mooie tekst in het Nieuwe Testament, zei de Heer Jezus het zo. In Johannes 14, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. God die wil ons zegenen met vrede. Nou, er is iets over in ons denken. En ik ga er binnenkort veel uitgebreider nog eens over praten. Wij hadden onderwijs niet zo lang geleden. En dat ging eigenlijk hierover. Als je praat over keep it simple. En je denken en je leven. En er is als het ware wat ik maar even noem een fanfare in je hoofd. Allemaal instrumenten. Maar deze fanfare, die kan helemaal niet spelen. Die maakt alleen maar een heleboel herrie. Het is niet om aan te horen. Dat zijn stemmen in je denken. En we hebben allemaal een fanfare in ons hoofd. Dat kan zijn een of andere staat te trompetteren over afwijzing. Of over eenzaamheid. Of over depressiviteit. Of ze zien mij niet. Ik ben niet belangrijk. Of misschien tettert er eentje op de trompet of een ander instrument. Jij bent niet interessant. Andere mensen zijn veel interessanter dan jij. En wij allemaal, omdat we in een wereld leven die gebroken is, wij allemaal hebben zo'n orkestje, zo'n fanfare in ons denken. En daar ga ik de volgende keer eens wat meer op inzoomen. Ons key team heeft een training gehad daarin, hoe je dat kan onderscheiden. Het leven en het denken simpeler maken kan heel erg helpen als je begint te begrijpen, wacht eens even, welke geluiden zijn van de Heer? Want de Heilige Geest heeft ook een stem en die maakt mooie melodieën. Er staat in de Savanja, de Heer zingt over jou, weet je dat? De Heer zingt over zijn kinderen. Dus hij maakt muziek. Muziek komt van de Heer. Het is wat hij ons gegeven heeft om hem te eren en om te connecten met God. Maar zelfs de Heer zegt, ik zing over mijn kinderen. Dus er is een hele mooie muziek, een hele mooie tune, mooi geluid. Maar er zijn dus ook van die instrumenten die helemaal niet kunnen spelen. Het is eigenlijk niet om aan te horen, het is één grote chaos. En ze hebben allemaal hun boodschap als het ware, de stemmen in je hoofd. En wij hebben dat allemaal. En de kunst is om dat te gaan herkennen, te snappen hoe werkt dat? Welke stemmen zijn er bij jou? Hoe reageer je onder druk of onder afwijzing? Welke woorden komen dan? En wat is Gods antwoord en Gods waarheid erover? En het begint al te helpen als je het uit elkaar begint te halen. Dus, nou, er zijn 4, 5 geluiden. Als ik het niet naar mijn zin heb, moeilijke situaties, moeilijke omstandigheden, dan zijn dit geluiden die beginnen te toeteren in mijn hoofd. En het is goed om te weten dat iedereen het heeft, maar het is ook goed om te weten dat God ons wil helpen om daar controle over te krijgen. Het is niet normaal dat het maar door blijft toeteren. De Heer wil je helpen om te gaan zien, oh wacht eens even, dit is zo'n vals spelende klarinet, dit is zo'n vals spelende trompet, weet ik, een hoop herrie en kabaal, maar het is niet vanuit de Heer. Dus ik kan er autoriteit over gaan nemen. Ik kan het begint bij te zien, te snappen. Keep it simple begint met te zien hoe dat werkt. En dan je denkt, oh, maar wacht even. Dit geluid en dat geluid is niet van God. Het is niet van mij. Dat is die fanfare. En daar gaan we mee stoppen. Dan gaan we afronden. Dan gaan we de plek geven die het eigenlijk hoort. En het is zo goed om daar met elkaar. Ik wil daar proberen nog eens wat verder over door te gaan op alle momenten in deze serie. Omdat ik merkte, ook bij mezelf, het helpt gewoon om dingen. Oh, wacht even, ja. Dat ben ik niet. Dat is die van Varen. Dus toen wij met het huis
Want wij allemaal gaan door dingen heen, zodat God wil, nog steeds heb ik, dat is zo, toen ik begon met Rooted, de serie Rooted, geworteld in Gods liefde. Dat is wat hij wil. Toen ik daarmee begon, die vrijdag daarvoor, viel ik van de trap en dat hele verhaal. Dat is 13 oktober, bijna een jaar geleden. Ik moest tegen Jozua zeggen, in het ziekenhuis, ik lig in het ziekenhuis en wil jij de serie aftrappen? Ik heb wat aantekeningen al doe maar. En ik wist, God wil door alles heen dat ik hem meer ga vertrouwen. Terwijl de fanfare uiteraard heel vals begon te toeteren, waar is God nou? Waarom heeft hij dat toegestaan? Ik kan me voorstellen, als je ziet over Indonesië en wat daar gebeurt, de vreselijke rampspoed. Ik ben 1/8, heb ik Indonesisch bloed, dus het raakt mij ook. Er zijn hier mensen komen uit Indonesië of je hebt familie daar. Vreselijk wat daar gebeurt. En ik kan me voorstellen dat de fanfare is eventjes gaat toeteren en blazen in je hoofd. En als God dan liefde is. En hoe zit dat dan allemaal? Dus ik begon te ontdekken dat ik moest leren om dat te begrijpen waar het vandaan komt. En om God meer te gaan vertrouwen. En nog steeds is hij bezig met jou en met mij. Om ons te helpen om hem meer te gaan vertrouwen. Hij wil ons meer toevertrouwen. Maar dat kan hij alleen maar doen als we hem meer vertrouwen. Ben je mee? Dus Mathilde en ik, ons huis, ik wilde al een tijdje verhuizen. We hadden een heleboel slaapkamers, 5 slaapkamers, veel te groot huis. De kinderen waren het huis uit. En ik wilde kleiner, ook gewoon financieel. Ik ben nog jong, maar voor ooit in de toekomst voor pensioen en zo. Dus, maar Mathilde wilde absoluut niet weg. Want die zei, een mooi huis, heb de Heer gegeven. En ik heb geen haar omhoog. Toen was er een keer een huisje. Een appartementje, wat we dus uiteindelijk gekocht hebben. En dat vond ze, ik was verrast, we liepen binnen, hoe leuk ze dat vond. Oh, wat dit is leuk. Het voelt meer als een soort Airbnb vakantieappartementje dan een echt huis. Maar prima, genoeg voor ons. Simpel, keep it simple. Dit is echt een simpel huis. Maar lekker, gewoon de dingen die we graag wilden, daar voldoet het allemaal aan. Dus ik was verrast over haar enthousiasme. Dus toen kwam het ineens in een stroomversnelling. Maar we moesten, dat huis stond te kopen, dus we moesten gaan bieden. Maar ik heb mijn eigen huis toch helemaal niet in verkoop staan. Dus ik belde degene die ons begeleidt, onze raadgever. Adviseur, dat wordt. Die zei, nou joh, dat is prima. En we hebben de makelaar. En de makelaar die kwam naar ons huis toe snel. En hij zei, dit huis, ons oude huis, is in 14 dagen verkocht. Dit is zo goed huis, mooie buurt, water voor de deur, zo verkocht, 14 dagen. Dus ik ben naar onze adviseur, die zei, dan moet je het gewoon kopen en dan is dat jullie huis inderdaad, de markt is goed, huizen worden snel verkocht, dus dat kan je best doen. 2 maanden later, nog niks verkocht. Ik heb net ook tegen die makelaar een keer gezegd, ik hoor je nog zeggen over 2 weken, hij zei, ja, het is... Eerst was het de zomervakantie. Toen was de zomervakantie te heet. Mensen kwamen niet kijken. En toen zei ik, en nu is de zomervakantie weer voorbij en het is niet meer heet. En nu? Toen zijn we gaan bidden en praten. Dat was het moment, lieve mensen, dat er een fanfare begon te toeteren in mijn hoofd. Kan je je voorstellen? Nu heb ik 2 huizen. Weet je wat dat kost? Ik had 5 slaapkamers, we willen er 2. Nu had ik er 7. Weet je wat dat kost? 7 lege slaapkamers. Waar we niks mee doen, dat kost heel veel geld. Dus de fanfare begon te toeteren. Ik had ook eentje die stond te tetteren, waar is God nou? En zo. En ik wist, dat is niet de Heer, het is niet van mij. Maar ik weet wat het is als dingen anders gaan dan je verwacht. En dan moet je gaan begrijpen, hoe werkt dit? En welke geluiden komen waar vandaan? En dat heeft me heel erg geholpen. En toen zijn we gaan bidden. En toen was het inderdaad heel bijzonder. Mathilde zei net al, die allereerste kijker... Die kwam onze makelaar weer tegen en die zei, Pomona, hij zei, ik vind het nog steeds het mooiste huis wat ik gezien heb. Maar, hij had een paar maren en die maren konden we aan werken. En toen was het ineens in een paar dagen gebeurd. En God heeft gezorgd voor een goede afloop. Maar de fanfare, ik weet hoe het werkt en God zegt, ik ga je helpen om te snappen hoe het werkt. Dan kan je er overwinning over krijgen. Ja toch? Helpt dat? Weet je, als je kijkt van bezorgdheid naar vrede, mag ik je een paar tips die helpen, ik heb er een paar genoemd vorige keer, maar nog eentje bij.
Wat doe je om die angsten, de bezorgdheid de baas te worden? Nummer 1, spreek jezelf toe. Spreek jezelf toe. Het helpt als je jezelf hoort spreken. Nummer 2, ken de beloftes uit de Bijbel. Ken een belofte. The Lord delights in the prosperity of his children. Dat is een van die. Hij geeft de wensen van je hart. Of die beloftes. Ken de beloftes en spreek ze hardop uit. Nummer 3 is uiteraard bidden. Dat je gaat bidden. De Heer is nabij, Filippenzen 4. Wees over niks bezorgd. Vraag God wat je nodig hebt. Dank hem in al je gebeden. En dan zal de vrede van de Heer je verstand en je gedachten behoeden in Christus. Dus bid daarvoor. En nummer 4, die niet op het lijstje staat hier, maar waar ik vanmorgen aan moest denken, is praat met iemand erover. Praat met iemand erover. Ik heb, en dan ga ik in deze serie ook nog eens wat verder op in, denk ik, over mensen die worstelen met depressiviteit en zelfs mensen die wel eens denken aan zelfmoord en dat soort dingen. En dat zijn er veel meer dan je zou denken. De schattingen zijn 1 op 5 tot 1 op 9 mensen die wel eens depressief zijn en of het op dit moment zijn. Je wil niet weten hoeveel mensen er medicijnen nemen om hun gedachten en alles een beetje tot rust te krijgen. Waarom zeg ik dit? Omdat één heel belangrijk ding alvast, de EHBO zeg maar, ik ga er nog een keer uitgebreid op in, je bent niet de enige en het is niet abnormaal. Op het Fun Weekend hebben we het er wat meer over gehad met de jonge gastjes daar. Het is oké om af en toe niet oké te zijn. Er is iets heel geks. Als ik zeg ik heb de griep, dan zeg je, oh, dat is zielig voor je. Nou, dat gaat wel over. Als ik zeg ik ben een beetje depressief de laatste week, dan is het, dan weten we niet precies wat we mee aan moeten. Als we het stigma eraf kunnen halen en kunnen zeggen, joh, je bent niet de enige. Het is normaal. Ik ga volgende keer een keer een paar voorbeelden uit de Bijbel laten zien. Er zijn veel meer mensen die mee worstelen. En er is gelukkig ook een antwoord. God wil je daarbij helpen. Maar het begint bij, neem het stigma eraf. Je bent niet raar of abnormaal of afwijk. Als God er meer van me zou houden of als ik God meer zou dienen, zou ik dat niet hebben. Sommige hele grote profeten in het Oude Testament hadden last met depressiviteit. En wat zo belangrijk is, is praten over met iemand. Praten over, als jij wil nadenken over die band in je hoofd, die fanfare in je hoofd. Het helpt om een leider, iemand die verder is dan jij, om daarmee eens te praten, wat voor geluiden, wat zegt dat dan en wat zegt God daarover? Ik kan er nu niet te veel over zeggen, maar als je hierin wil groeien, praat erover. Praat, gewoon dat iemand luistert kan al zo helpen. Dat iemand gewoon helpt om je op een rij te zetten, wat je zegt en wat je denkt. Ik ga er misschien allemaal nog eens wat verder op door, maar dit is zo essentieel en het zal mensen helpen. Ik hoop dat op een connectgroep, dat je daar een op de groep of met je connectleider of misschien met een of twee vrienden van je bestemming, dat je mensen hebt die jou helpen om te processen voor jezelf, door erover te praten, om het op een rij te krijgen, om het simpel te maken. Oké, dit is wat de Heer zegt, dit is wat die fanfare toetert. En nu begin je te begrijpen hoe het werkt, dan kan je er ook mee om leren gaan en autoriteit over krijgen. Helpt dat? Ja? Hey, nou, ik heb nog een paar punten, maar mijn tijd is om. Even kijken wat ik nog doe. Ik noem nog één laatste dingetje. In dit kader, als je... Dat is eigenlijk nummer 7, maar het is een serie, dus maak je geen zorgen. Kom gewoon elke zondag, dan krijg je het allemaal te horen. Als je... het is zo... Het helpt enorm om je te bedenken, het is een seizoen. En als je in een rouw zit of in een diepe teleurstelling, of iets niet begrijpt in je leven of in de omstandigheden met mensen, dit is heel belangrijk om voor jezelf vast te stellen. De rouw is misschien echt. Het verdriet is echt. Niet misschien, dat is echt. De teleurstelling is echt. Maar het is een seizoen. Het blijft niet de rest van je leven zo. Pastor Brian, toen hij hier was een paar jaar geleden, die zei het al, only for a while. Het is voor een bepaalde tijd. Het helpt om te begrijpen dat bepaalde dingen, verdriet, teleurstelling, rouw, is voor een seizoen. Het gaat weer voorbij. Er is licht aan het eind van de tunnel. Het is zo goed om dat te beseffen, juist als je even moeilijk zit, als je lastig zit. Dat je hoop blijft vasthouden. Ik kom hier ook wel weer doorheen met de Heer. En dit is niet het einde. Dit is seasonal. Dit is voor een tijd. En God zal me helpen.
Een paar jaar geleden stond ik een keer met de auto langs de weg en met de kinderen en al die... jullie hebben die dramatische verhalen wel eens gehoord. Notabene in de tunnel. De Godhardtunnel. In de tunnel. Nou, niet de Godhardtunnel, de pas. De Godhardpas, maar wel in een tunnel. In een bocht stopt de auto ermee. Ik, Mathilde en onze twee kinderen. Twee baans weg. Dat was wel een scary moment. Echt een scary moment. Want ze zagen ons niet staan. Dus ik kwam door een bocht en mijn auto stopte gewoon maar in de tunnel. Dat was wel een scary moment. Op dat moment zei ik tegen mezelf, ook dit gaat weer voorbij. De fanfare was paniek. Mijn kinderen, zometeen knalt er een bovenop. Komt door die bocht heen en ja, te laat om te remmen. De fanfare tetterde. Ik moest tegen mezelf, ik kom hier doorheen. Er is een moment dat die auto weer buiten staat. Er is een moment dat we er weer een beetje om kunnen lachen. Er is, dat moment gaat komen. Het is zo belangrijk om vast te houden. Dit is een seizoen. Dit is een seizoen. Waar je ook zit, waar je misschien mee worstelt. Het is een seizoen. Het is niet voor de rest van je leven. Nou, oké, je hoort, er zit nog veel in. Maar mijn tijd is om. Ik wil graag bidden. Is dat oké? Helpt dit? Vader, we danken u, Heer. U begrijpt ons helemaal. U weet alles wat in ons hart speelt, in ons denken. En u houdt van ons en u heeft een hoopvolle toekomst. En ik bid zo uw vrede over iedereen hier, waar we ook zijn. Uw vrede, uw goedheid, uw leiding. We pakken uw hand vast. As for me, is dat de Engelse Bijbel. I will always have hope. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn heil? Van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. U bent ten zeerste bevonden een hulp in tijden van nood. We danken u dat u ons wil helpen om een mooi leven, een mooie relatie met u te bouwen. U houdt van ons allemaal en voor ons allemaal geldt de belofte. De toekomst is hoopvol in u. En daar zegen ik uw volk mee, ook iedereen die meekijkt op de livestream. God houdt van je en er is hoop in de naam van Jezus. Amen.